En inderdaad, Frank Zeiss heeft zijn voorsprong nog kunnen behouden in de laatste ronde. De vluchter van de eerste ronde, proficiat Frank, voor uw krachtvertoning hier in Stade. Bergop, wind op. Proficiat. Toen lijken al de grote, we krijgen hier Jean-Pierre Deloof op de tweede plaats. Proficiat Jean-Pierre. De Hanse wedstrijd in achtervolging, er wordt hier nog een spurtje geplaatst tussen Philippe Berquin en Danny Carette, die gewonnen wordt door Philippe Berquin voor de derde plaats en Danny Carette voor de vierde plaats. Nummertje 5 is ook in aantocht. De nieuwe Niers. Pas op, chef. Tussen met aankomst. Je hebt nog de aankomst van nummer 14 van de Verre Lucht. Er wordt hier nog gespurt. Met Patrick Watteny. We krijgen hier nog aankomst van Florent Leesnijder, winnaar bij de E-categorie. Ook nog het nummertje 28, de Klerk Patrick. Hier nog de aankomst van Johan de Smet. Wordt hier gesprint voor de winnaars. Met nummertje 27, Vianne Jonathan. En in laatste de zene Christophe. Aankomst, aankomst. De Janssen Bovaart heeft de aankomst zonder bereik. 103, Bowie, Jo, Oran en Luc Migus.